Hey, leuk dat jullie kijken. Vandaag leg ik de basistechnieken van het kickboksen uit. Allereerst is het heel belangrijk dat je de juiste houding aanneemt. Oké, stap 1, je houding. Je staat met je linkerbeen voor en je rechterbeen heb je achter. Niet gelijk achter je linkerbeen, maar een klein beetje opzij, zodat je draagvlak iets verbreedt en meer stabiliteit hebt. Beetje gezakt door je knieën en je handen maak je een vuist. Je vuist breng je naar je kin. Niet naast elkaar, ook niet voor je ogen, want dan heb je geen zicht meer. Bij je kin. En dan heb ik altijd mijn rechtervuist ietsje naar achter en mijn linkervuist iets naar voren. Wat belangrijk is dat je je kin wat lager houdt. Blijf wel focus met je ogen houden op je tegenstander. Je schouders klein beetje opgetrokken en dit is je basishouding. Oké, de basishouding heb je nu. Je gaat naar je rekking toe en we gaan starten met de eerste techniek en dat is stoten. Je maakt lange stoten en we beginnen altijd met links, links, rechts. Je brengt je heupen mee door extra kracht te zetten en je maakt gestrekte arm stoten. Dus geen halve stoten maken, maar lange stoten. Links, rechts. Nog een keer. Links, rechts. Zie je dat mijn heupen meedraait voor extra power met rechts? En wat belangrijk is als je links stoot, heb je je rechterdekking hoog. Switch je met rechts, ga je gelijk weer terug met je linkervuist naar je dekking. Links, rechts. Wat helpt om nog meer power achter de stoten te zetten en om je ademhaling onder controle te hebben, is uitademen tijdens het stoten. En terug. En terug. En draai je vuisten net op het moment dat je stoot, net een kwartslag, zodat je hem horizontaal erin zet. Links, rechts. Dat zijn stoten. Oké, bokstechniek nummer 2. Hoeken. Je staat weer in de basishouding. Links voor, beetje breed staan, beetje gezakt door je knieën. We maken een hoek met je linkerarm. Je ziet hem bijna nu niet meer, want je maakt echt een hoek. En je gaat naar rechts. Dus je gaat je elleboog omhoog. Je maakt een hoek en rechts. En om daarin meer power te zetten, gebruik je weer de kracht vanuit je hele lichaam. Je draait je heupen mee en je switcht gelijk naar rechts. Dus je draait je heupen mee met de arm die je gebruikt, links, rechts, hoeken. En weer terug. Hier dus ook. Goed uitademen voor nog meer power en kracht. Links, rechts. Dus heupen indraaien, elleboog omhoog en maak die vuist, span ze aan, hoek. Hoek en terug. Hoek, hoek en terug. Dat zijn de hoeken. Oké, de laatste techniek is een opstoot. Je maakt een opstoot door weer in je basishouding te staan. Linkerbeen voor. En je maakt een klein schepje omhoog met je arm. En je draait je heup mee omhoog door meer power te zetten. Even vanuit de zijkant. Omhoog, omhoog. Wat belangrijk is dat je niet laat zakken. Dus ga niet een opstoot maken vanuit deze positie. Dan ben je al veel te laat. Je moet kort, snel en fel. Dus je houdt hem vanuit je dekking. Je zakt hem een klein beetje, ongeveer net onder je borst. Opstoot, draai hem, opstoot. Heupen draaien mee. Opstoot is als het ware een stoot tegen iemands kin aan. De kin is de meest gevoelige plek van je gezicht. Daar lopen de meeste zenuwen door. Dus het is een hele effectieve stoottechniek om iemand uit te schakelen. Dit mag je ook alleen maar gebruiken als je in noodweer handelt, uiteraard. Dus omhoog, omhoog. Dat zijn de opstoten. Weer uitademen voor meer power. En dekking. Dus op het moment dat ik links omhoog heb ik nog rechts bij mijn dekking. En weer terug naar mijn dekking met links als je rechts omhoog stoot. Dit zijn de opstoten. Succes! Oké, probeer ze nu even allemaal achter elkaar te plakken, zodat je een combinatie ervan maakt. Links, rechts, hoek, hoek, opstoot, opstoot. Probeer eerst een beweging onder de knie te krijgen. Links, rechts, hoek, hoek, opstoot, opstoot. Goed uitademen erbij. Zodra je de beweging onder de knie hebt, kun je er naartoe gaan werken om meer snelheid erin te gooien. Ja, dus dan kun je jezelf uitdagen door blijf bewegen. En op het moment dat je gaat stoten, probeer je snel en fel te stoten. Ready? Go! En dekking. Oké, nu heb je de bokstechnieken onder de knie. Volgende filmpje leg ik uit hoe je het beste kunt trappen.
Bedankt voor het kijken!